Het zit erop voor de meeste eindexamenleerlingen. Vandaag waren op een paar vakken na de laatste examens. En dat betekent de schooltas in de hoek en vakantie. Hoi. Hallo, ja, dat was hem, de allerlaatste. Ja, dat klopt. Ja. Hoe voelt dat? Ja, goed. Blij dat het vakantie is. Wat gaat er door je heen? Ik ben eigenlijk best wel blij, want we gaan eigenlijk vakantie vieren. Heel fijn. Eindelijk alles van schouders af. van mijn vakantie genieten. Hoe ging het? Voor mij ging het best redelijk. Examens tot nu toe. Ik denk dat ik eigenlijk wel ben geslaagd. Dus ik ben er best tevreden over. Ja, scheikunde was wel moeilijker dan verwacht. Maar volgens mij ging die niet heel slecht. Dus, Wat waren de dingen waar je tegenaan liep? Massaverhoudingen. En reactievergelijkingen en zo. Maar de rest, theorie ging wel, die ging wel redelijk, ja. Ik verwacht dat ik het eigenlijk makkelijk ga halen allemaal. Dit was de laatste. Wat ga je nu doen? Vieren dat het is afgelopen. Hoe ga je dat vieren? Met champagne. Oh, doe maar. Staat hij al koud? Nee, we gaan hem dadelijk halen. Ja, dat hoort erbij. Hè? Verslaggever Brigitte Verhoeven is nog steeds in Oosterwijk, waar veel leerlingen vanmiddag hun laatste examen hebben gedaan. Is het nou echt klaar bij jou, Brigitte? Ja, hier is het echt helemaal gedaan. Het VMBO, de HAVO en het VWO hebben vandaag allemaal hier een laatste examen gedaan. En dan worden de tafeltjes opgeruimd. Ze hebben al die tijd examens gedaan hier in de hal, de sporthal. Want op school was niet plek genoeg om al die leerlingen, die meer dan 300 leerlingen, ook een plekje te kunnen geven. En degene die dit al die tijd heeft gefaciliteerd en heeft georganiseerd is conciërge Frits. Nou, het zit erop. Ja, gelukkig wel na twee weken op- en afbouwen, 's morgens om 7 uur beginnen en voor 6 uur moet alles weer klaar zijn hier, omdat dan het sporten weer begint. En nu vandaag valt het mee, want we hebben maar 145 tafeltjes gehad, maar we hebben ook op de 330 gezeten, dus dat is aanpoten geweest. Ja, ze zijn ze nou allemaal aan het opruimen daar, hè? Daar zijn ze de tafeltjes in elkaar aan het klappen. Ja, dat ziet eruit als een heleboel werk. Dat komt ook nogal nauw natuurlijk, al die tafeltjes. Het moet ook precies een meter uit elkaar staan. Zo moet het kloppen. Dus ja, dat vergt wel wat organisatie. Ben je blij dat het klaar is nou? Ik wel. Maar ja, ik heb nou een week extra vakantie opgebouwd. Hè? Dus dat is het voordeel van veel overwerk. Die ga je nou lekker opmaken? In de grote vakantie. Kijk, nou, je hebt groot gelijk. Ja, wie er ook klaar mee is met de examens en die blij is dat het erop zit, is Aaron. Want Aaron had vandaag het VMBO-examen scheikunde. Hoe ging dat? Dat ging vrij goed. Ja. En nou ben je klaar? Daar ben ik heel blij om. Maar ja. Dan moet je nou al die tafeltjes nog opruimen. Maar ik verdien er wel lekker geld mee. Dus daar is lekker dubbel op dan. Nou, heb jij hier 2 weken gezeten in die hal. Aan welk tafeltje zat jij? Waar was dat ongeveer? Oh, dat is zeer verschillend. Maar ik zat vooral vooraan. Ja, soms is het vervelend, maar soms is het ook wel fijn. Dan hoef je niet telkens die gang door te lopen en al die kinderen zien kijken. Vond ik wel fijn. En nu lekker vakantie? Ik ga daar zeker van genieten. Ja. Kijk, Aaron gaat ervan genieten. Frits gaat ervan genieten van die weken extra vakantie. Ja, het zit er dus echt helemaal op hier in Oosterwijk. Brigitte Verhoeven vanuit Oosterwijk, dankjewel.